Broodjes en soep in ruil voor een handtekening. Dit was de deal die ambtenaren bij de Kempkesberg kregen voorgeschoteld. Schoonmakers van Azito en Gom voerden deze actie omdat zij vrezen hun baan kwijt te raken. Duo en de Belastingdienst gaan verhuizen naar een nieuw pand aan de Kempkesberg. De schoonmakers verhuizen echter niet mee. Duo heeft haar oog laten vallen op een ander schoonmaakbedrijf. Ons probleem is, zoals het er nu uitziet, gaan wij niet mee naar de nieuwe toren. En dat is voor onze gezinnen niet leuk, dat is voor ons niet leuk, voor onze collega's niet leuk. Dus, De vakbond van schoonmakers, FNV Bondgenoten, voerde hier vandaag weer actie. Omdat de schoonmakers die hier voor de Belastingdienst en de dienstuitvoering onderwijs werken, straks allemaal op straat staan, terwijl de ambtenaren wel meegaan naar het nieuwe gebouw. De schoonmakers hebben nog geen toezegging dat er een nieuwe baan voor hen wordt geregeld. Dat wij straks tussen maart en april allemaal op straat staan. En dat vinden wij natuurlijk helemaal niet leuk. Nee, er zijn nog geen toezeggingen of iets dergelijks dat jullie nieuw werk kunnen krijgen? Nee, nog steeds niet. Als het zo doorgaat en de belasting en de dienstuitvoering onderwijs geen menselijk gezicht hebben, ja, dan staan die mensen op straat. Als alle menselijkheid in onze maatschappij verdwenen is, dat zelfs de overheid hele huishoudens gewoon op straat keilt omdat het goedkoper is, ja, dan heb je gelijk. De ambtenaren, in feite collega's van de actievoerende schoonmakers, waren bereid hun handtekening te zetten. Nou, het gaat heel goed. We hebben al meer dan 200 handtekeningen opgehaald. En dat terwijl het vakantie is. Dus dat is echt superveel. Ambtenaren steunen ons massaal en daar zijn we echt heel erg blij mee. Duo wil geen reactie geven omdat zij zich geen partij vindt in deze hele zaak. ISS wordt het nieuwe schoonmaakbedrijf.